Het hele appartementencomplex op de Laan op Zuid in Rotterdam, waar zaterdagnacht brand heeft gewoed, heeft weer drinkwater. De bewoners van 84 appartementen moesten door de brand hun huis uit. Twee appartementen zijn nog altijd onbewoonbaar. De bewoners zijn ondergebracht in een hotel. Gisternacht stonden op de begane grond onder meer pallets in brand. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. De definitieve resultaten van het onderzoek worden waarschijnlijk de komende dag bekendgemaakt. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Tijdens een nieuwjaarsnacht is er veel minder schade aangericht bij de RET. Dat meldt Pedro Peters, de baas van het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf. De schade bedraagt dit jaar ruim 45.000 euro. Want dat is veel minder dan de 400.000 euro schade in 2008. Dat komt volgens Peters door preventiemaatregelen, zoals het afsluiten van alle metrostations en het beschermen van de oplaadautomaten voor de OV-chipkaarten. In Oudorp hebben ongeveer 400 mensen meegedaan aan de traditionele nieuwjaarsduik. Het startschot klonk gisteren rond 2 uur. Hey! Op veel plekken in Nederland ging de duik niet door vanwege het winterweer. In onze regio waren er ook nieuwjaarsduiken in onder meer Hellevoetsluis, Rokanje en Geervliet.